vlog. Vandaag een heel speciaal dag in mijn leven. Een soort van hopelijk. Ik ga twee dingen doen vandaag. Als eerste ga ik samen met mijn vriend gaan kijken naar een auto die ik heel misschien ga kopen. En als tweede ga ik met mijn vrienden naar het zee, want het wordt fucking mooi weer. Het wordt iets van 20 graden. Ik bedoel, het is 24 februari. Het wordt 20 graden. Alleen in België. Dus eerst ga ik douchen, dan ga ik me klaarmaken, dan ga ik een uurtje rijden naar Tollenbeek of zoiets. Ik weet niet waar het exact is. Dat ga ik doen vandaag. Oké, boys, ik zit ondertussen in de auto. Ik ben onderweg naar Mo en ik heb net de locatie even heel nauwkeurig gecheckt. En het is ongeveer een uurtje rijden. Dus we zijn wel even zoet, maar ik kan u eerlijk zeggen, ik en Mo een uur samen in de auto. Kijk, ik kan niet zeggen dat het niet kan. Maar we gaan wel snel pist op elkaar worden. Ik weet niet waarom. Ik heb Mo een uur in de auto. Dat gaat wel samen, maar we worden redelijk snel pist op elkaar of zo. Ik weet niet hoe dat ik dat moet zeggen. Maar binnen 2 minuutjes ben ik aan Mo's huis. En dan gaan we een uurtje rijden naar Vlaams-Brabant. Dus let's go. Ah, kijk boys, ik ben net aangekomen bij Mo. En ik stuurde letterlijk gisteravond al, ik weet niet of je het uur ziet, om iets voor 1. Sta om 9 uur aan uw deur. Dus daarmee bedoel ik, als ik met Mo iets ga doen, die is nooit op tijd. Die is echt nooit op tijd. En dat irriteert me zo hard. Of die komt buiten met zijn badjas, met een tas koffie. Of gewoon nooit. Die gaat nooit op tijd zijn, tenzij het voor zichzelf is, waarschijnlijk. Dus ik stuurde al wakker. Die stuurde niet terug. Ik stuurde 5 minuten bij u. Die zegt ai. Dan stuur ik ben er. Dan die stuurt 5 minuten. Dus die heeft 9 uur weer niet gehaald. Maar fuck you. But I love you. En beter kom naar buiten. Dus ik ga nu echt vertrekken. Ik heb gezegd, ik heb even een uitleg over u gegeven. Dat ik altijd moet wachten op u. Dat we waarschijnlijk buiten komen met mijn koffie. What the fuck? Nee. Zo. Gewoon Nederlands, hè. Ah. Elke week andere. Nee, dus, we hebben de auto gezien. Het ziet er best goed uit. Ik hoop dat het geen schijn is. Maar we zijn wel op zoek naar de volgende. Die zullen we zeker vinden. Oké, boys. En ik ben ondertussen bijna thuis. Ik heb Mo terug afgezet. Die moet nog even iets gaan regelen met zijn moeder. En dan gaan we vertrekken naar de zee. Ik weet niet hoe laat het is. Het zal waarschijnlijk iets rond 2-3 uur zijn dat we pas naar de zee kunnen. Het is eigenlijk redelijk laat. Maar we hebben toch zon tot 6 uur. Dus it still will be fun. Zoals je ziet ben ik nu bijna thuis. En ga ik iets eten. En nog even er juist over die auto. Die auto was eigenlijk wel redelijk oké, zoals hij er stond. Maar de auto had andere velgen en de auto had een ander interieur staan. En eigenlijk wou die man die velgen zelf houden, het interieur zelf houden en een ander insteken. Dus toen was eigenlijk gewoon heel de auto veranderd. Dus toen zag ik eigenlijk niet echt de auto voor mij dat ik ging kopen. Dus daarom heb ik ook deze keer weer gezegd van ik ga het niet kopen. Het is nu de 6e keer, het is de 6e auto dat ik naar ga kijken. Exact die auto, dezelfde 6 keer. Dus het wordt even nog een zoektocht, maar er is geen haast bij. Want zoals jullie zien, mag ik de auto van mijn vriendin lenen. Babe, I love you, thanks. Even eten en dan gaan we naar de zee. Let's go. Oké, boys, en een kleine change of plans. Maar eigenlijk als eerst komt Elias even naar hier, want Mo moet nog even iets regelen met zijn ouders. Dus Elias komt eerst naar hier. We gaan samen met mij even hier, met die hoge druk, zijn auto een beetje proper maken. Want we gaan tenslotte toch naar Knokke of naar een zee. Dus het is altijd nicer als je auto proper is. Dus ik heb verschillende tools, had ik al gekocht voor toen ik eigenlijk mijn auto zo ging halen. Dus ik ben even aan het wachten tot Elias hier toekomt. Ga even zijn auto cleanen. En tegen dan moet Mo wel al klaar zijn. En dan gaan we uiteindelijk onderweg naar zee. Dus nu even wachten tot Elias hier is. You filled up the gas, huh? Ai, ai, ai. Mama, mijn lege tank. Ai. Wat voor tankstation is dat ook? Nou waar? Vluchtlaag. Je zegt zie, welke zie? Pablo up on the flip phone. Flow so cold like an ice cream cone. Gas so strong makes you float home. Tweak a pad, chillin' 8 grams of the snow. Pablo up on the flip phone. Flow so cold like an ice cream cone. Gas so strong makes you float home. Tweak a pad, chillin' 8 grams of the snow.
popping that shit until I pass out. Never empty clips, just bags now. Switching styles on them, yeah, I'm versatile. Chameleon, no way. Ik dacht, we gaan hier toekomen. Enge supercars. Het probleem is dat dat nothing. Blijf woensdag, man. Blijf woensdag, maar het is wel mooi weer, snap je? Bro, I don't know if you see the dog, bro. What the fuck? Tja, een beetje file, man, bro. Hi boys, we zijn op de terugweg. Even McDonald's gehaald. Ik weet niet. What the fuck? Hey, hold on, hey, sir. Ja, is even gepist. Wat? Terug op de parking waar het dress stond. Ah, van de McDonald's? Ja. Ah, oké, oké. Hi. Yo. Hi. Yo. Is genoeg? Ah, ze hebben eigenlijk niks meer gedaan. En dat was mooi die naar huis ging. Mensen, ik ben thuis. Het is allemaal een beetje anders gelopen dan we eigenlijk hadden verwacht. Maar ja, dat was de vlog. Ik heb vandaag proberen vloggen. Is het gelukt, ja of nee? Ik weet het niet. Ik ga de video hier afsluiten, mensen. Vond je het nu een leuke vlog? Geef een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende vlog. Yo!